Beste kijker, het is vrijdag, dus weer tijd voor uw eigen programma SZF Magazine. Vandaag zullen wij het hebben over de premiumverzekering van de leerkrachten, tandheelkundig pakket, procedure MRI CT scans en 19 september ondertekening vredesverdrag met de Saramakaners. Wij wensen u veel kijkplezier toe. Wij hebben de vorige week in ons programma gesproken over premiumverzekering van de leerkrachten. Zoals eerder aangegeven, mogen de onderwijsgevenden hun aangepaste kaart ophalen bij het SZF. Indien het SZF geen data van u heeft ontvangen, vragen wij u om contact op te nemen met het MINOF. Leerkrachten aangesloten bij RKBO, EBGS, Arjen de Waker, Senatendorm, etc. denominaties moeten zich aanmelden bij hun eigen afdeling HRM of personeelszaken. Vervolgens ontvangt de leraar na goedkeuring een aanmeldingsformulier met de klasseligging eerste of tweede. Ondertekend en afgestempeld door het MINOF. Ten overvloede. De leraren van de denominaties hoeven dus niet naar het MINOF. De HRM van de desbetreffende denominatie handelt de aanvragen zelf af. Uiteraard na goede afspraken met de directeur van MINOF. Met het aanmeldingsformulier waarop duidelijk de klasseligging is aangegeven, meldt de leraar zich aan bij het SZF voor het verkrijgen van de aangepaste kaart. De leerkrachten hebben met de premiumverzekering ook recht op een tandheelkundig pakket van het SZF. Let wel, deze verzekering is voor een periode van 1 jaar. Het gaat dan om pakket C, bestaande uit 1x controle, 1x tandsteen verwijderen, 2x vullingen, 2x extracties eenvoudig. Bij het afhalen van uw aangepaste kaart zal aan u worden gevraagd bij welke vaste tandarts, waar de Stichting Staatsziekenfonds een overeenkomst mee heeft, u zich zou willen inschrijven. Met andere woorden, u kunt pas na 1 jaar van tandarts veranderen. Moet u ontheffing aanvragen voor medicamenten of medische verbruiksartikelen? Stuur een WhatsApp-bericht of e-mail naar de afdeling Medische Dienst. Dit kan op de mobielnummers 860-4817 of 875-1063. Of stuur een e-mail naar het e-mailadres mdgnm@staatsziekenfonds.sr. Maak een foto van de volgende documenten. Het ingevuld medicament, aanvraagformulier. Dit kunt u vinden op onze website www.szf.sr. Uw eerste aanvraag dient ingevuld te worden door de behandelende specialist. De tweede aanvraag kan door de huisarts ingevuld worden. Echter, in bijzondere gevallen kan beslist worden dat het formulier bij verlenging ook door een specialist wordt ingevuld. 2. Uw recept of recepten. En 3. Een geldige SZF-kaart. Indien er onduidelijkheden zijn, kunt u contact maken op het telefoonnummer 477-101, extensie 263-408, 469-295 of 312. Thank you.
Als SZF-verzekerde maakt volgens het voorzieningenpakket ook aanspraak op het maken van CT en MRI-scans. Dus BASO, BZV, SZF-verzekerde, landsdienaren en gepensioneerde landsdienaren en vrijwillig verzekerden hebben hierop recht. Let wel, er is hieraan wel een procedure aan verbonden. Op de eerste plaats moet u van de behandelende specialist een verwijsformulier polyklinisch radiologisch onderzoek krijgen. De specialist moet op het formulier duidelijk aangeven dat het om een MRI of CT-scan gaat. Met dit formulier en uw geldige SZF-kaart kunt u zich aanmelden bij de radiologieinstellingen waarnaar u bent verwezen, zoals Havijt en Hofwijk, AZP Radiologie en het MRI Centrum. De dekking van MRI of CT-scans per 12 maanden zijn: eerste aanvraag 100% ten laste van het SZF, tweede plus derde aanvraag 50% ten laste van het SZF en 50% eigen bijdragen van de verzekerde. Vierde MRI en of CT-scan per 12 maanden is volledig voor eigen rekening van de SZF-verzekerde. De eigen bijdrage moet op het SZF-hoofdkantoor en wel op de afdeling medische dienst worden voldaan. Let u er vooral op dat de handtekening en stempel van de specialist op het verwijsformulier polyklinisch radiologisch onderzoek voorkomen en dat het volledig is ingevuld. Als ook dat de geldigheidsduur van uw SZF-kaart niet is verstreken. Wanneer mag u van arts verwisselen? Om van huisarts te kunnen wisselen moet u minimaal 6 maanden staan ingeschreven bij een huisarts. De uitzonderingen hierop zijn de volgende situaties. Bij verhuizing van een verzekerde, let wel, een verhuisbiljet moet aangetoond worden. Bij verhuizing van de huisarts. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts. Bijvoorbeeld bij overlijden van de arts, bij detachering van de verzekerde, bewijs daartoe overleggen en bij verstoorde relatie tussen patiënten en dokter. Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om uw verzoek tot inschrijving niet te honoreren of om u niet meer als een bij hem of haar ingeschrevene te handhaven. Het SZF zal hierover met u in overleg treden. Suriname is een smeltkroes van verschillende rassen met elk hun eigen cultuur. Onder de Marons heb je ook verschillende stammen. Eén daarvan is de stam der Saramacaners. Zij herdenken op 19 september het feit dat op deze dag de ondertekening van het vredesverdrag tussen de koloniale overheid en de Marons van boven Suriname en Saramaca heeft plaatsgevonden. Samakadaka. Op 19 september 2022 is het dan ook precies 260 jaar geleden. Bestuur, directie, staf en personeel wensen de totale gemeenschap een suti samakadaka. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten. Dit doet u via het servicenummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's en onze mobiele applicatie SZF Connect. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF.
Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering, u aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. Gezond SZF. Dat kan.